vonden het heel belangrijk dat we de buurt echt konden betrekken. En eenmaal dat we er op het terrein kwamen, zagen we dat eigenlijk heel veel opportuniteiten had, die plek. VZW-MUIS is een groep die in Aalst onder de naam een stille plek in de stad eigenlijk allerlei initiatieven nemen. En wij hebben hier een historische plek waar we dit eigenlijk kunnen gemakkelijk van maken. De Marijnhoeve in Eijnen, je staat hier op de basis, vind ik. Ik heb dat heel erg met zo dat kleinschalig plattelandsleven en dat dan gebruiken als een zorgproject, dat vind ik eigenlijk een hele schone combinatie. Ja. Het Peperkoekenhuis is in hoofdzaak een buurthuis. Het is ook zo dat buurthuis door elke andere vereniging van Heeresbergen kan gebruikt worden. Onze VZW, School zonder Pesten, bestaat sinds 2007. Het doel van de VZW is eigenlijk onrechtstreeks het pesten, het minder goed gevoel aan de oppervlakte te brengen. SAJO is er eigenlijk voor alle jongeren. We geven voorrang aan zij die het hardst nodig hebben. En wij willen eigenlijk aan deze groep jongeren toekomstperspectief geven en vooral zorgen dat ze autonoom in het leven kunnen staan.